Het debat over het kunstencluster en het daarbij behorende kostenplaatje liep maandagavond zo hoog op dat enkele wethouders de raad uit zijn gelopen. Aanleiding hiervoor was dat PvdA-raadslid Niels Springeling suggereerde dat SP-wethouder Gerry Elfrink de uitslag van het referendum wilde beïnvloeden door het moedwillig achterhouden van informatie. Elfrink stelde Springeling voor de keuze, zijn woorden terugnemen of zijn stelling met bewijzen te staven. Toen Springeling hier niet op reageerde, was voor Elfrink en de wethouders van D66, GroenLinks en VVD de maat vol.